erbij bent. Nou ja, we hebben een uurtje voor de volgende workshop. We zitten hier ook in een workshopruimte. Ik ga niet een uur tegen jullie aanstaan, ouwe hoer, dat doe ik normaal wel. Dit is eigenlijk een soort eerste test van presentatie die ik de komende tijd ga houden in de Burele in Den Haag. Om een volgende stap te maken met ons instituut, Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Dus het is prima als je tijdens de slides vragen hebt of een idee, een theorie of een grap. Dat mag allemaal. Steek gewoon je hand op. Het is wel leuk voor opnames. Dan loop ik even naar je toe met de handmicrofoon dat er ook nog op staat. Want we gaan het dus hebben on how not or to professionalize hacker creativity. DVD is enorm gegroeid in omvang en impact. En ja, dan moet je toch iets meer aan de regels gaan houden. Dingen organiseren. Governance, control en compliance, nou, you know the shit. Maar dat mag nooit, en dan ook nooit, dat is heilig, ten koste gaan van de creativiteit van de hackers. We zijn hier toch vooral met z'n allen samen om de wereld beter te maken op onze eigenzinnige manier. En zonder dat lukt dat niet. Daarmee gaan we dus naar DVD 3.0. Maar omdat dit een workshop is, wil ik eerst even beginnen bij jullie. Waarom zit je eigenlijk in security? Ik weet niet of je die vraag wel eens hebt gesteld aan jezelf, maar stel jezelf die vraag. Is dat A, ja, ik zou niet weten wat ik anders moet doen. Het kan een eerlijk antwoord zijn. B, ik hou gewoon van gecompliceerde dingen. Puzzels oplossen, lachen. Je wilt de wereld veiliger maken, hè, de idealisten. Of is dat D, nou, ik voel me gewoon thuis tussen de nerds. Of is dat E, nou, pays well, hè? Betaalt goed, dat weten we allemaal, recruiters staan voor de deur en ja, je krijgt ook heel veel macht en controle, hè, als security. Hè? I love control. Dus wie zou zeggen, ah, ik zou niet weten wat ik anders moet doen. Nee? Oké. Okay. Wie zegt B, ja, ik hou gewoon van gecompliceerde dingen. Kijk, dat zijn de echte hackers. Nou, ik wil de wereld veiliger maken. Ja, oké, nou is de helft. Die anderen willen de wereld onveiliger maken, begrijp ik. Oké, nou, voel me wel thuis tussen de nerds. Nou, dat ben ik wel. Ja, oké, daarom doe ik dit werk. Ja, en het betaalt goed. Hè? Wie zit er gewoon... Oh, kijk, jij zit er... Nee, dat is eerlijk, mag ik best zeggen. En wie kikt gewoon op macht en controle? Ja, want dat hebben wij ook natuurlijk in de security. Nee, oké, nou, eentje. Nou, behoor je tot die eerste vier, zomaar zeggen? Nee, ik wou zeggen alle bovenstaande. Alle bovenstaande. Ja. Nou, dit... Nee, gewoon allemaal. Gewoon allemaal. Nee, gewoon geen alle bovenstaande. Oh, oké. Okay. Ja, inderdaad. Dan eentje daar nog bij helemaal niet. Helemaal niet. Oh, dat kan ook nog. Ja, die hebben we ook nog. Nou ja, als je A, B, C of D hebt geantwoord, dan zou je net zo goed ook een DVD'er kunnen zijn. Hè? Dus je wil de wereld veiliger maken, maar je vindt het ook gewoon leuk om ingewikkelde dingen te doen, een beetje nerden met z'n allen. En dan heb je natuurlijk nog mensen die het vooral voor het geld en de controle doen. En dat those are the people we generally refer to as... try again. Deze mensen noemen wij over het algemeen... Dat jij het nog niet eens weet. Cyber! Dus hier is aangetoond, DIVD is niet cyber. Ja, snap jullie dat? Het is even belangrijk, hè? Wij zijn geen cyber. Helder. Nou, wat zijn wij dan wel? Wie van jullie heeft gisteren de presentatie gezien van Lennart en Ralf over de rampscenario's, preventing disasters? De meeste niet. Oké, nee, dan leg ik dit nog een keertje uit. Dit is onze missie. Je begint als club een missie. Waarom zijn we hier op aarde? Nou, we willen het internet veiliger maken, hè, door het vinden van kwetsbaarheden. Door ook te melden bij degene die dat kan fixen. Nou, we doen het op zijn Nederlands, open, eerlijk en gratis. Ja, dus nou ja, dat is eigenlijk coordinated vulnerability disclosure zoals we dat doen. En ja, we zien onszelf eigenlijk als een soort hulporganisatie. Zoals je de brandweer hebt, de Rode Kruis, de reddingsbrigade, dat zijn mensen die ja, willen gewoon helpen. Die vinden het ook leuk, die uitdaging. En het grootste deel zijn gewoon vrijwilligers. Dan heb je een beetje ondersteuning, maar je doet heel gevaarlijk werk. Maar voor de rest van de wereld, als vrijwilliger, omdat je wil inzetten voor een betere wereld. En ook wat daar komt om jezelf te ontwikkelen. Het is altijd die twee kanten met vrijwilligers. Hè? Nou, wat hebben we bereikt inmiddels? Scannen, melden, scannen, melden. He, dus je draait dan een scan over de hele IPv4 range op een CVE. En nou, rolt dan een resultaat uit en melden van hey, je bent lek, je moet fixen.
14 onderzoeken het eerste jaar, 24 tweede, afgelopen jaar 39 onderzoeken. En uiteindelijk vorig jaar 176.000 mensen gemeld van hey, mijn lek, dit moet je. Vragen vooralsnog? Oké. Nou ja, voor de mensen die in het vak zitten, hè, het is nu het 10-jarig bestaan van Coordinated Vulnerability Disclosure, wat 10 jaar geleden nog Responsible Disclosure heette. En voor de mensen die het niet hebben meegemaakt, tot die tijd was het best wel spannend als je als hacker wat vond. En dan ging je melden, zeg hey, je bent lek, je moet wat doen. En ze zei pleur op of weet ik het wat. En dan denk je, ja, dat kan toch niet, patiëntgegevens, nou, ga publiceren. Nou, rechtszaken, gedoe, gezeik. En toen kwamen ze dus met een richtlijn van, ja, hoe doe je dat nou netjes? He, dus als je iets onderzoekt en je vindt wat, ga niet te diep in het systeem, ga niet te veel downloaden, ga dingen stuk maken, backdoors installeren. Dan kun je best verwachten van een organisatie dat ze iemand hebben zitten die zegt, dank je, we gaan er wat mee doen. En al die organisaties, als je een melding krijgt van een hacker, zorg ervoor dat je wat mee doet. Doe niet te moeilijk, want ze zijn er om jou te helpen. Dus dat is best wel een mijlpaal, maar voor dit verhaal, Is dit eigenlijk veel belangrijker. Want het Openbaar Ministerie, waar al die officieren van justitie zaten en al die zaken kregen, die zeiden, ja, wat moeten we hier nou mee? Die gozer die zegt, ik help de wereld. En als je het niet erg vindt, fake, doe ik het in het Nederlands. Ja, oké. Okay. Ze hebben een soort richtlijn vanuit het OM opgesteld. En voor juristen is dat eigenlijk redelijk klinkklare taal. Je mag best een beetje hacken, hè? Dus in juridische termen computervredebreuk plegen, oftewel het betreden van een geautomatiseerd systeem onder een valse hoedanigheid of sleutel 138 AMB. En wanneer mag dat dan wel? Nou, 1. Als de verdachte het noodzakelijk vond voor democratisch samenleven, oftewel een zwaarwegend algemeen belang. Je doet voor de common good. Dus niet om mensen te treiteren, om ze te afpersen of te slopen of om geld te vragen of wat dan ook. Nee, je doet het duidelijk, hè, voor de rest van de wereld. Dan mag je best een klein beetje computervredebreuk plegen om een grotere computervredebreuk te voorkomen. Je mag ook best wel een klein beetje die privacy schenden, hè, want AVG technisch is best wel ingewikkeld wat je daar doet, om een grotere privacy schending te voorkomen. Maar hoe ver mag je nou gaan? Nou, en dan krijg je een bestaande juridische term die heet proportionaliteit. He, dus dat het doel wel een verhouding staat, of het middel wel een verhouding staat tot doel. Kijk, als je bijvoorbeeld een bank gelopen DDoS en je zegt, ja, jullie zijn niet veilig. Ja, dan is het middel zwaarder dan het doel. Dan maakt het eigenlijk onveiliger. Volgens het derde criterium, subsidiariteit. He, dus als je dan eenmaal dat doel wil bereiken en je hebt een aantal middelen, kijk dan van ja, wat is het minst ingrijpende middel? En dat zit er met name ook aan de kant van de disclosure. Kijk, je kan best zeggen van, dit ziekenhuis heeft de boel niet in orde. Weet je wat, ik ben een journalist. Ja, dat is wel een heel zwaar middel, want er ligt de patiëntgegevens op straat. Nee, je moet eerst bij het ziekenhuis zelf eraan gaan. Het is het minst ingrijpende middel op dat moment. Nou, ik kom daar later nog op terug. De richtlijn kreeg een update. Ze noemden het toen Coordinated Vulnerability Disclosure. Cybersecurity sector ging ook roepen. Jongens, allemaal doen. Hè. Zorg ervoor dat je een pagina hebt. En het is als een ISO-norm geworden. Nou, en daar zie je dus ook een beetje die spanning ontstaan tussen hacker creativiteit en het professionaliseren, het institutionaliseren, dat er komen normen en richtlijnen. En dan denk je als hacker al gauw, gadverdamme, ik wil helemaal geen zin in, gezeik. Dus vanuit de controle vanuit de overheid, dat we hebben het allemaal wel goed geregeld. Maar vanuit het hackerperspectief was het toch van ja, ik kan nog steeds een advocaat achter me aankrijgen. Ik kan nog steeds gezeik krijgen met journalisten. Hè, of recruiters die achter je aankomen. Oh, slim jongen, ja, we willen komen werken en zo. Dus we need a firewall. Nou, Victor die kwam weer binnen. Die was tegen die tijd al 20 jaar bezig met Coordinated Vulnerability Disclosure. En je bent natuurlijk helemaal gek van alle reacties die je dan krijgt. En nou, wil ook niet de bak in. Dus dan maak je een stichting waar je, ja, zal ik maar zeggen, een firewall hebt tegen al die krachten die je alleen maar afleiden van het hacken. Dus op 26 september 2019 zijn Astrid Oostbrug, die was hier dit weekend ook. Die was daarvoor nog Kamerlid die op het Responsible Disclosure dossier zat. Victor en ik naar de notaris gegaan. En dan heb je een stichting. Leuk logootje bedacht. Nou, ik ken al wat giften. Konden we een t-shirtje kopen. En dat was dus DVD 1.0.
Dus we hebben nu een officiële organisatie, een instituut. En dan kunnen we lekker kijken. Nou ja, ontwikkelingen gaan natuurlijk door. Dus de week daarna, in oktober, lanceerden we onszelf tijdens de One-conferentie. Liep al met t-shirts rond. En toen kreeg meteen onze eerste upgrade, DVD 1.1. Frank Bredijk, die had namelijk al het security meldpunt opgericht. En ja, die ging eigenlijk ook wel een beetje doen wat wij doen. Had nog geen stichting, maar was wel al bezig met een aantal zaken van ja, dit moet gewoon opgelost worden. En nou ja, met die upgrade hadden we ook onze eerste casus. Dus ja, ook naar Frank. Ja. En dan heb ik de geluidstechnicus niet voor mijn microfoon. Nou, misschien deze. Misschien doet hij het. Die moet je ook slaan. Ja. Hallo. Leuk dat interactieve, maar ja, dat kan wel. Ik kan ook vlak bij Chris gaan staan. Ja, daar is hij al. Ja, onverwacht wissels, hè, die moeten we ook eigenlijk plannen. Ja, dankjewel. Ja, het Nederlands Security Meldpunt. Eigenlijk een beetje een bluffactie. Waarom? Het is een nationaal cybersecurity centrum. Maar hoe nationaal was dat nou echt? Wat gebeurde er als je kwam met een hele hoop kwetsbaarheden, IP-adressen van waar wat mee aan de hand was? Laten we zeggen PulseVPN. Ik gaf dat aan het NCSC. Nou, dan bleek dus dat vooral naar Rijk en Vitaal gestuurd werd. En dat de rest van de rest ergens een laai ging. Schredder, dat weet ik niet. Anyway, Citrix kwam. Ja, we hadden een security meldpunt gemaakt. En ja, toen hebben we elkaar eens even aangekeken. Ja, nou kunnen wij niet op ons handen gaan zitten en zeggen, we gaan niet melden. Als het NCSC het niet doet, dan gaan wij het meer doen. En daarin hadden wij onze eerste 0.9 case. Ja, hoe werkt dat dan? Ja, geen idee. Ik weet niet hoe het moet. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Citrix had een groot bug. Die leidde tot Citrix files. Kees Kwaks gemeld. Stond op nu.nl. En ja, dit is dus wat mijn kinderen al weten. Dat ik niet dreig met dingen die ik niet bereid ben waar te maken. Dus het security meldpunt was een feit. Later het C-cert geworden. En daarin scanden we nog niet. We waren puur een doorgeefluik. Matthijs Koot, die had gescand. En had zoiets van, ja, ik heb nu gescand, ik wil het wat NCSC melden, maar die wist ook niet dat de helft dan weggegooid werd. Dus nou, kom maar hier, Matthijs, wij gaan het wel doen. Leuke case geweest. Uiteindelijk zijn we zelfs nog achter partijen aangebeld, krijgen reacties terug als, fijn dat we het nu weten. Onze systeembeheerder is hier woensdag, maar die is deze week op vakantie. Dus volgende week woensdag, oh nee, is hij ook op vakantie. Woensdag over 2 weken zullen onze systeembeheerder vertellen dat hij de Citrix servers moet upgraden. Waarom run je ook weer Citrix? Nou ja, allereerste case. En ja, dus werd het ook tijd om dingen wat meer te gaan structureren. Yes. En hoop ik dat Chris met jouw microfoon op. Ja, ik dacht die geluidsman even halen. Ja, maar dan kan jij toch van de volgende pak. Ja. En dan hou ik gewoon mijn mond. Oké. Ja, dat was dus de eerste case. En nou ja, het gaat over hacker creativiteit. Dat zag je hier dus. Maar tegelijkertijd ook de professionalisering, dat je ervoor zorgt van, ja, je krijgt geen gedonder mee, je doet het wel op een nette manier. Dus die 4 criteria van het Openbaar Ministerie, die hebben vervolgens eigen code of conduct verwerkt. Dat was toen 1 A4'tje met, wij scannen en melden, we zijn de good guys en bla bla bla. Maar dus ook die juridische criteria erin opgenomen. En als onderzoek zich dan aansloten bij ons, dan kreeg ze een vrijwilligersovereenkomst, waarin ze ook letterlijk een handtekening zetten onder die code of conduct. En eigenlijk heeft nooit iemand daar moeilijk over gedaan. Maar ik ben zo blij dat we dat toen hebben gedaan. Omdat we daarmee ook naar de buitenwereld uitstralen van ja, this is how you do it. En nu snappen de mensen in Den Haag het ook, wat wij doen. Dus dat was 1.2. Hè? Een stapje verder in de professionalisering. Er volgden steeds meer onderzoeken. Citrix deden we alleen nog in Nederland. En wat wel een grappige toevoeging was, we begonnen met 546, gingen ze op een gegeven moment 10. Die mensen hebben ook echt gebeld, weet je wel. Dus als soort helpdesk, hè, dus die security meldpunt, dat ging ook echt mensen helpen. Alleen toen werden de cases groter, bijvoorbeeld Microsoft, ja, dan hadden we ineens 250.000, ja, die ga je niet meer bellen natuurlijk.
tenminste een 250.000 servers wereldwijd, waarvan er 46.000 kwetsbaar zijn. Dus die gaan dan steeds mailen via info ad, security ad, abuse ad, hallo, je bent lekker, linkje, nou, dat. Dus dat liep lekker, het ene onderzoek naar het ander. En nou, we groeiden flink door, het jaar daarna steeds meer onderzoeken en ja, grotere team. En dan was het steeds van, oh, er komt een CVE uit. Het is high, we kijken ernaar, kunnen het fingerprinten, ja, scans aandraaien, hartstikke idee, melden. Dus dat proces dat werd steeds professioneler en ook diverser. Dus de volgende upgrade was, we gaan niet alleen bekende kwetsbaarheden scannen melden. Nee, er kwam toevallig iemand langs, Tom Wolters, en die zegt, ja, ik heb hier een database met 3,5 miljoen gelekte credentials, komt uit een botnet. En ja, de service provider die heeft een nood en takedown gehad en ja, wilde er vanaf. Ik ben ermee naar de politie geweest, maar ik hoorde helemaal niks. Kunnen jullie daar wat mee? Oh ja, er zitten 177.000 Nederlanders in en het is nieuw materiaal. Oké, nou daar kunnen we wel mee, maar dan kom je wel aan boord. Vrijwilligersovereenkomst ondertekenen, code of conduct, spullen erbij. En toen zijn we dus in die lijst gaan kijken van, ja, je kan die mensen direct mailen. Van, hé, gast, reset je wachtwoord, want het begint met dat en het eindigt met dat. Nou ja, komt niet altijd aan. Hebben we op een gegeven moment ook de URL's eraf gehaald en die organisaties benaderd via anderen. En gezegd van, nou, hebben jullie al organisaties en deze, die gebruikers, die zijn dus een wachtwoord kwijt. Nou, dat is ook wel heel techie, heel ingewikkeld, want ja, privacy. Maar goed, dat was dus een nieuwe lijn van onderzoek. DVD 1.4. En bij DVD 1.5 werd het nog spannender. Zero D onderzoek. Ja, kijk, nou gaan we echt praten natuurlijk. Dus dat we zelf nieuwe kwetsbaarheden gingen vinden. En daar vervolgens ook op scannen. Want dat is leuk natuurlijk. Dan heb je dus al een overzicht van wie zou er kwetsbaar zijn als deze Zero D werkt. En dan kun je bij het scannen melden al zien hoe dat gaat afnemen natuurlijk. We moesten natuurlijk wel weer, en daar krijgen we weer het stukje professionalisering, code of conduct erop aanpassen. Van ja, hoe ga je daarmee om? Nou ja, als je zelf wel eens een zero day hebt gevonden, je weet hoe verdomme lastig het is. Je gaat er naar de vendor toe en je zegt dan, hallo, ik heb iets gevonden. Je gaat natuurlijk niet meteen je pok mee. En dan nou, hoor je eerst een lange tijd niks. Of dan zeggen ze, nee, donder op, het is allemaal veilig. Of je krijgt een NDA. Nou, kun je ook niks mee natuurlijk. Maar goed, in sommige gevallen heb je wel contact. Maar dan moet je op een gegeven moment ook wel een beetje druk achter zeggen. Van hey, op een gegeven moment willen we wel hiermee naar buiten. Want zolang we aan het lullen zijn, is de rest van de wereld onveilig. Toen hadden we nog geen norm opgezet. Meestal is het 60 dagen, 90 dagen. Het hangt ook een beetje af hoe complex de kwetsbaarheid is. Maar als er echt niks gebeurt aan de andere kant, ja, dan zul je toch op een gegeven moment moeten gaan disclosen. Mensen zeggen van, hey, dit spul is onveilig en ongepatcht. Dus daar gingen we echt coordinated vulnerability disclosure doen. Dus je begint eerst met een beperkte kring van insiders waarvan je weet van, nou, die moeten het als eerste weten. En dan steeds breder. En dan op een gegeven moment komt zo'n vendor wel in actie. En dan doet hij wat. En natuurlijk ook weer professionalisering, CVE's. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik was apetrots dat DVD, dankzij Wietse Boonstra, ook de eerste convulnerability en exposures kon registreren. Ja, ik stel het maar zo, CV is de hackers beste CV. En dan staat het ook ergens en dan kunnen andere mensen daar ook iets mee. Nou, in dit geval met Kaseya. Voor de mensen die de presentatie van Lennart en Ralf gisteren niet hebben gezien. Dat was een managed service provider software. Nou ja, als dat lek is, nou ja, is een beetje technisch en dan kun je gewoon overal in. Er zijn mensen al niet tegen bestand. Er waren wereldwijd 2200 partijen die dat gebruikten, ook voor hun klanten. Dus doe dat keer 100. En nou ja, dan heb je dus bijna een miljoen kwetsbare organisaties voor die software. Nou, Witsi die had het gevonden, waren met Kaseya bezig om dat op te lossen. Steeds hadden ze weer een nieuwe versie. Ze hadden geloof ik een development team van 100 developers. Dat stuurden ze naar Wietse en die stuurde het dan de volgende weer terug. Nee, is leuk. Nou, daar waren 2 maanden mee bezig. Het zei, nou weet je wat, je hebt nog een paar weken en dan gaan we het bekendmaken. Nou, toen was het de 2nd of July. Op een vrijdagavond natuurlijk. Waarom? 4 juli, dan gaan alle Amerikanen de bieren in de barbecue. Dus laten we ze dan even allemaal gaan ransomen. Die aanval ging wereldwijd. En toen waren wij dus al 2 maanden bezig om dat op te lossen. Maar we hadden dus wel alle kwetsbare organisaties onder de knop zitten. Dus wij wisten precies wie wereldwijd kwetsbaar was.
nog beter dan KC zelf. Want KC verkoopt dat spul aan vendor, die verkoopt het door. Die hebben zelf helemaal geen zicht meer op wie het allemaal gebruikt. Terwijl wij scannen de hele wereld en zien het daarom wel. Nou, dus dat is het scannen, melden. Het crisisteam met Frank, Victor, Lennart, die gewoon dag en nacht doorgingen om de wereld te redden, zeg maar. Want er waren inmiddels 1500 partijen geransomd. Dat hadden er veel meer kunnen zijn. En door de actie in Nederland vonden we er 146. Binnen 2 dagen stond het op 0. Nou, best wel awesome. Dus kwamen ineens ook in de media, Wall Street Journal. En wat best wel hilarisch was, in Amerikaanse media hadden we het over de Dutch CERT, NCSC. Of de DIVD. Dus toen werd het SEC ook wakker van, wacht eens even, de Amerikanen zien DIVD als het Nederlandse gofcert. Dat is een beetje ongemakkelijk. En what's more, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid was op dat moment ook bezig, naar aanleiding van Citrix, de eerste zaak die we lieten zien, van hoe zit het nou met die software en die kwetsbaarheden en dat soort dingen. En hoe gaan we daar nou eigenlijk mee om? Dat begon bij Citrix, dus kwamen ze bij ons. Oh, by the way, Microsoft Exchange hebben we ook nog. En we hebben die nog, en we hebben die nog. En nou, toen waren ze bijna klaar. Go, stop de persen, Kaseya, ja, nemen we ook nog even mee. Nou, dat, als je dat rapport leest, dat bij iedere grote zaak waren wij er als eerste bij om te scannen en te melden. Met als slotconclusie, de veiligheid van Nederland hangt voor een groot deel af van vrijwilligers. Willen we dat? Dus dat leidde tot best wel veel politieke debat en ook wel wat chagrijn bij NCSC, want die mag niet wat wij doen. En waarom, daar kom ik zo op terug. Nou ja, dat gaf een hoop waardering. En als Den Haag wakker wordt, dan kun je geld krijgen. Dus we hebben een cyberweerbaarheidssubsidie gekregen vorig jaar. En van Digital Trust Center. En dat was voor 1 jaar gewoon de boel een beetje te professionaliseren, beter op te starten. Door ASEA kregen we ook geld uit de VS. Huntress, dat is een securitybedrijf dat voor hun klanten inderdaad ook managed service software beheert. En die dacht, wow, dit is wel awesome dat gasten ons daarmee zo hebben geholpen. En hoe gaat zoiets? Vic had contact met ze. En dan van, awesome wat je doen en wil iets doneren. En oké, dus ik erbij. Wat is je rekeningnummer? Prima. Dus de volgende dag ik open als account. $100,000 over mij. What the fuck, weet je wel? Wat heb je gedaan, Vic? Wat heb je ze beloofd? Ja, niks. Dat vond ik wel leuk. Oh, oké. Nou, paniek in de tent. Dan heb je ineens geld. Ja, wat moet je ermee? En ondertussen. En dat is de belangrijkste. Frissie die dan opstaat, we zijn enorm gegroeid. Dus je kan niet meer een groepje loshangende vrijwilligers hebben. Dat moet je echt gaan professionaliseren. En met een hoop feestjes natuurlijk, een hoop gezelligheid. En mensen om dat allemaal een beetje goed te regelen. Voordat ik naar DVD 2.0 ga, ze zijn over deze origin story, deze autobiografie vragen of opmerkingen of onduidelijkheden of zo'n ding. Zo. Tot dit moment heb je die firewall nodig gehad. Hè? Dat is ooit het doel. Tot en met 1.9 was die daar ook echt nodig. Nou, echt het verschil gemaakt dat je een stichting had, is dat je ook makkelijker kon praten. Nou, wat eigenlijk het grootste voordeel was, de identiteit. Dus dat je mailt vanuit jonathan@dvd.nl en dan kijken ze, dvd.nl, dat is legit. Ja. Dat was eigenlijk nog wel het belangrijkste. Die lawyers, daar hebben we nooit last van gehad. Recruiters, die krijg je toch wel via LinkedIn. En de journalisten, die wisten ons wel te vinden. Maar dan konden wij dus voorkomen dat een hacker heel druk bezig is met onderzoek en er iets uitflapt. En dus dat konden we ook wel professionaliseren. Dat is echt een soort communicatiestrategie. We hebben ook 1 journalist aangenomen bij ons, dat die eigenlijk vanuit ons schrijft. Dus dat artikel over Kaseya, wat Gerard Jans heeft geschreven, dat heeft hij gewoon vanuit ons ingebracht. En dan heb je veel meer controle over het verhaal. De mensen van mijn leeftijd hier, die weten Lektober nog wel. Nou ja, als je dan met een lek kwam, dan verscheen er meteen nu.nl en dan had je weer een rechtszaak. Top. Nou, dat doen we dus niet meer. Dus daar was DVD 1.0 voor en dat is dus gelukt. Maar goed, dan ga ik professionaliseren. DVD 2.0.
Dus even naar de tekentafel. Alleen bestuur met vrijwilligers, dat werkt niet meer. We moeten een management team gaan bouwen. Cool. Dus Victor werd hoofd onderzoek. Want die was eerst de voorzitter van de stichting. En we kregen een hoofd IT, Casper. We kregen een nieuwe penningmeester, Charesh, die zit daar. Dus Astrid kon geen penningmeester meer zijn, maar die werd de voorzitter. Nou, Fleur kwam erbij als secretaris, want dat was ik. En Lucinda als hoofdcommunicatie. Nou, Lennart, hoofd C-cert. Dus waar de meldingen rondgestuurd werden. Ja, en Frank natuurlijk altijd weer een aparte positie als crisismanager. Want ja, dat was best wel nodig. En toen kwam dus de vraag, wie wordt de directeur? Dus ik dacht, nou, dat ga jij doen, Chris. Dus ik schrok me de tyfus. Maar oké, ik denk dat is wel een heel leuke nieuwe uitdaging in mijn leven. Veel mensen die dat eigenlijk nog nooit eerder hebben gedaan. En dat is natuurlijk al typisch hackers, weet je wel, autodidact. We gaan het lekker allemaal zelf doen. Dus dat ziet er dan zo uit, hè, dat als je dat in een structuurtje zet. dit is heel geordend hoor. De werkelijkheid is veel rommeliger. Dus we hadden al een raad van toezicht, supervisory board, nieuw bestuur. Nou, die geeft een opdracht aan de directeur die de operatie dagelijks draait. Nou, ja, het is eigenlijk vooral met geld uit zak lullen en presentaties houden en het MD leiden, dat soort dingen. En heel veel papier invullen. Nou, prima. Afdelingshoofden. We kregen ook een afdeling finance, mijn eigen boekhouder, accountant. Heel leuk. En, dit vind ik eigenlijk best wel grappig, een afdeling governance, risk en compliance. Nou, in jullie baan hebben jullie dat waarschijnlijk ook bij jullie werken. Met onze eigen CISO, Peter Baart, die zit hier vooraan. Die heeft maar liefst 5 ISO's onder zich. En er zit ook nog een privacy officer. De functionaris gegevensverwerking is Brenno natuurlijk. En een crisismanager, dus dan heb je 100 mensen, waarvan de Governance Risk Compliance afdeling 10% van de hele organisatie is. Sterker nog, Peter is nu ook bezig met een ISMS, wat helemaal volgens ISO 27001 is. Dus dan hebben we straks een hackerscollectief dat ISO 27001 gecertificeerd is. Hoe cool is dat? Dus daar zie je eigenlijk nog wel de meest bizarre vorm van hacker creativiteit, professionalisering. En dat certificaat hebben we helemaal niet nodig, want we hebben geen klanten. Dus. Binnen die afdelingen, research level 1, 2 en 3. Hè, dus je begint met level 1, dat zijn openbare dingen die iedereen wel kan. Tweede wordt een stukje geheimzinnig, een stukje moeilijker. Level 3, COD, spannende spullen, need-to-know basis. Bij C-cert, de TISPs, de Trusted Information Sharing Partners. Hè, dus ging ook via andere partijen doormelden. Het stokte steeds bij het NCC, die zei, ja, geef ons alles aan, maar we doen er niks mee. Maar ook met de informatieveiligheidsdienst, ZCERT, eigenlijk per geval, DTC vooral, Ferm in de Rotterdamse haven, per geval keken van wie kunnen we nou doormelden dat bij de juiste slachtoffers terecht komt. Afdeling IT, daar zal Casper straks iets over vertellen. Eigen infrastructuur, helpdesk hebben, een HRM-systeem hebben. Ja, het is net een echte organisatie, joh. Ongelooflijk. De communicatie, merchandise natuurlijk, evenementen, lachen. En de afdeling Governance, Risk en Compliance. Nou, denk je dat dit ingewikkeld is? Doe dat tot de macht 6. Want DVD is ANBI, algemeen nutbeoogende instelling. Dus je mag wel geld krijgen, maar er mag niks tegenover staan. Dus er kwamen mensen aan ons toe van, wil je dit gaan doen voor ons? Krijg je geld voor? Nee, dat kan helemaal niet. Nou, toen kwam Victor Briand idee van DVD Fonds. Dus dat is een fonds dat eigenlijk hetzelfde doel heeft als ons, maar daar kunnen mensen geld in stoppen om projecten te draaien. Er loopt nu een proof of concept voor een bug bounty platform. De DVD Academy, dat was eigenlijk Astrid's ambitie, of van begin af aan, om jongeren die, zeg maar, goed zijn met computers, maar niet zo goed op school, een leerplek te geven en zich te ontwikkelen. Maar als aparte stichting, want je wil natuurlijk niet dat die zichzelf ontwikkelende autodidacte jongeren in onze kerninfrastructuur de wereld omgooien. Dus dat is een aparte stichting met een aparte infrastructuur. En op hoeveel studenten staan er nu, Victor? 121. 121 studenten. Er moeten eigenlijk 128 zijn, mooi rond het getal. Dan kun je een lekker groepje op deze. Ja, oké, daar ben ik mee begonnen. Ja, 16-18. Dat is echt awesome dat lukt. C-cert Global. Kijk, daar komen we straks ook nog even op terug. Wij melden natuurlijk de hele wereld in het Engels. En die mensen kennen DVD ook niet.
Dus hoe mooi zou het zijn dat je in ieder land een vertegenwoordiging hebt, een soort chapter, dat de meldingen doorzet in het Portugees in Brazilië. Met een hele lange disclaimer in Amerika, een soort vertaling naar de lokale cultuur, zeg maar. Maar ook een aparte stichting, zodat als daar dingen misgaan, een rechtszaak of iemand doet wat geks, dat die omvalt en David doorgaat. Dus enter Sisut Obol. Nou, en omdat Victor een soort URL-vetjes heeft, had hij ook dvd.club, dvd.charity, en dvd.org. Toen zei ik, nou, anders dvd space, dan kun je ze allemaal inzetten. Misschien ook nog een ruimtevaartprogramma doen of zo, geloof ik. Ja. Dvd space, ja, oké. Okay. Nou, dvd-family. Ja. Ja, DVD Family, die hebben we toen op een gegeven moment geclaimd om al die stichtingen op één pagina te zetten. En we hebben dus ook iedere maand de DVD Family overleg. Best ingewikkeld. Oh ja, een DVD Club voor die jongeren. En deze is wel schattig, DVD Charity. Dus dat is eigenlijk Make-A-Wish Foundation, maar dan voor hackers. Dus er zijn wat hackers die in de geldproblemen zijn gekomen. Dan kun je daar verzoek indienen voor een laptop. Lukt toch? Dus mocht hier nog iemand terminaal zijn en geen kinderen hebben, zet DVD Charity in je testament. Ja? Ja. Okay, top. Nou, dan nu, Security Meldpunt, dat is een aparte stichting geworden ook. En er zitten dan ook weer andere partijen in om binnen Nederland door te melden. Dus Global doet het wereldwijd, of gaat het wereldwijd doen, hopelijk. Security Meldpunt doet dat binnen Nederland, met de partij die ik net noemde aangesloten. Dus bijvoorbeeld de Nederlandse beheermaatschappij, internetproviders zitten in, Connect Trust, maar ook heel veel anderen die ze aansluiten om de melding van ons op de juiste plek te krijgen. Nou, dan nu het leuke spul voor de mensen bij Hacker Hotel. Onze eigen scanning infra. Dus over naar ons hoofd IT, Casper Kuiper. In één slide, geloof ik. Ja, in één slide gaan we er even vlug doorheen, want ik kan hier natuurlijk ook een hele presentatie over houden. Dat gaan we in de toekomst ook zeker nog een keer doen. Toen ik anderhalf jaar geleden binnenkwam, werd mij verteld, nou, we hebben wat eigen infrastructuur, we hebben wat servers, we hebben een eigen AS, we hebben een IP-range en daar gaan we wat mee doen. Ik dacht, nou, leuk. Ik kan wel wat hacken, maar ik ben liever bezig met dingen bouwen. En ik was wel heel benieuwd hoe dit uit de hand zou gaan lopen. Het idee was, er komen steeds meer hackers bij. We zitten straks met 50, straks met 100, met 500 hackers op infrastructuur te klooien. We vallen van alles aan. Het is in een grijs gebied. En jij mag dat gaan bouwen en je mag ervoor zorgen dat ze geen gekke dingen doen. En dat we niet aangeklaagd worden en dat onze servers niet uit het rek worden gehaald door de politie. Nou, dat is eigenlijk een uitdaging waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds mee bezig ben. Samen met een heel team. Een aantal van hun zit ook hier. Dat infrastructuurteam. We zoeken ook nog steeds mensen om daar mee te bouwen, mee te denken. Zoals ik zei, begonnen klein. Eigenlijk met dit servertje onderin. Dat was de enige die volgens mij, of die bovenin, er was in ieder geval eentje. Die met het stickertje, ja. Ja, die bovenin geloof ik. Die met die sticker, dat was de eerste DVD-server. Er zat nog een firewall en een switch tussen en daar begonnen we mee. En hebben we maar eens een keertje Proxmox op geïnstalleerd en een paar virtual machines. En we zijn een beetje gaan klooien. En daarna zijn we gaan clusteren. Verder na gaan denken over hoe kunnen we shared storage gebruiken. Hoe kunnen we het verder uitbreiden. Hoe kunnen we, willen we in de toekomst misschien upgraden een keer naar 10 gig verbindingen, 100 gig verbindingen. Dat zijn dingen die nog in zitten. Maar ondertussen, we begonnen heel klein, daarom zeg ik ook start small, think big. We denken vooruit naar een organisatie die kan schalen naar honderden mensen die veilig kunnen werken. Waarbij alle acties die ze uitvoeren wel geaudit en gelogd worden. Zodat we dat later kunnen gebruiken voor eigen onderzoek of in het geval dat er toch dingen misgaan dat we bewijsmateriaal hebben. Be grateful is eigenlijk, ja, we moeten het aan het begin echt wel hebben van onze sponsoren, onze vrijwilligers. Ik kan een claim neerleggen en zeggen, ja, ik wil graag het allerbeste spul hebben. Geef mij 5 miljoen. Dan moet ik wel iemand hebben die mij dat kon brengen. En dat komt meestal niet zomaar aanwaaien. We moeten toch vaak hebben van mensen die zeggen, ik heb nog wat servers liggen. Ik heb nog wat tweedehands netwerkapparatuur die wij niet meer gebruiken. Maar het is nog best wel recent, modern. Zet het in. Nou, daar kijken we dan ook naar of we dat ergens in kunnen zetten.
Ja, en de volgende stap is toch echt wel in de professionalisering. Want dit loopt natuurlijk mee met de rest van de organisatie. Dus terwijl de rest van de organisatie van 0,1 groeit naar 3,0 straks, lopen wij op de achtergrond met de infrastructuur ook mee. En zijn er ook telkens nieuwe iteraties nodig. En dus wij denken nu ook al vooruit. Nou, we willen straks wel een keer hardware hebben die supported is. Waar we een fatsoenlijk reserveonderdelen voor kunnen krijgen als de boel uitvalt. We hebben gelukkig, en dat is misschien nog wel de grootste winst, zijn ontzettend veel, als je goed zoekt, zijn er ontzettend veel partijen te vinden, ook grote partijen, die een bijdrage willen leveren aan dit concept. We hebben bijvoorbeeld een leuke deal met Elastic kunnen sluiten, die ons de komende 5 jaar gewoon alles voor niks geeft. Gewoon, grijp maar zoveel je wil, pak het maar, zet het maar in, waarvoor je maar wil. Nou, van dat soort partijen moeten we het echt hebben. Dus daar blijven we ook naar op zoek. En ondertussen zijn we zeker nog op zoek ook naar meer mensen om hierin mee te denken. Zowel op het vlak van architectuur, maar ook donaties, inkoop van nieuwe hardware. We willen uiteindelijk een keer gaan opschalen naar meerdere datacenters, zodat we daar ook een beetje redundant in zijn. Ja, dus dat is op dit moment allemaal aan de hand bij ons in de IT. En ondertussen proberen we dit nogmaals zo veilig mogelijk te houden voor iedereen die ermee werkt. En daarmee ook aan onze partners en onze doormelders te kunnen laten zien dat we het ook op een professionele manier doen. Dat we het allemaal registreren en loggen. En dat wij dus ook een organisatie zijn waarop je kunt vertrouwen. Dus als het misgaat kun je ons gewoon bellen. Dan kan je Chris bellen of Frank bellen. Waarschijnlijk bel je Frank. Waarschijnlijk bel je Frank als het misgaat. Dan belt Frank mij en zegt hij, ja, het gaat helemaal mis. En dan zeg ik, nou, ik haal even wat logs uit het systeem en dan kunnen we kijken wat er aan de hand is. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dankjewel. Niet heel onbelangrijk. We hebben daarmee ook ons eigen AS. Oh, Elge die loopt nu trouwens naar boven. Hij is van Baasbeveiliging, Internet Cleanup Foundation. Doet eigenlijk vergelijkbaar iets als wij. Dus ga naar deze talk ook zeker bij Elge kijken. En we werken ook met hem samen. Tot zo. Ons eigen AS. Waarom zou dat relevant zijn? Takedowns. Peering. Watchlisten. Inderdaad, op de allowlist komen. Want ja, zodra je gescand, dan word je snel geblokt. Vroeger gingen we al via proxies, weet ik het wat. Ik zei, oh, dan heb je de Russen weer weg ermee. Nu adverteren wij IP-reeks, zoveel, dat zijn wij. Hè? Dus zet ons op de allowlist, niet op de bloklist. En nou ja, dit draait nu bij Surfillers. En nou, well, we love you, echt de job die jullie doen, is echt fantastisch. Ja, dat klopt. Ook. Ja, Superfillis gaat zijn datacenters opdoeken. Dus we zijn op zoek naar een nieuw datacenter. Dus als iemand nog een datacenter heeft en ons wil helpen, dan kunnen shit bij jullie zetten. En daar willen we best voor betalen. Dus. En we slopen de boel niet, zijn die. Nee, we're the good guys. Dus steeds weer een upgrade, een stapje verder in professionalisering. Hè, dus een eigen AS met IP-reeksen en... Dit is echt fucking awesome. We zijn erkend als CNA. De CVE Numbering Authority. Dus die CVE's die we aanvoeren vroeger. Dat is allemaal moeilijk. En dat kunnen wij dus nu zelf doen. En in dat artikeltje staat ook. Wij zijn de eerste non-profit in Nederland die dat kan. Nog eerder dan het NCSC. Sterker nog, ik denk dat toen wij dat werden. Dat, waarom zijn wij dat niet? Ja, eigenlijk nooit over nagedacht. Ga snel ons als CNA registreren. Zoiets, denk ik. Nou ja, en natuurlijk veel meer cases. Ik heb ze maar even erop gezet voor de grap, ze zijn niet leesbaar. Maar ik ben spoor ook een beetje kwijt. En nou, respect voor Lennart die gewoon onder 2 weken al die cases gaat doornemen met alle onderzoekers. Van nou, case nummer zoveel. Is het case, is ja, en dat. Oh, we hebben een scan gedraaid. En nou, hoeveel resultaten komen erin? Ja, dat is hartstikke brak. En nou, zoveel zijn kwetsbaar. Nou, meldingen verstuurd. Ja, de eerste ronde meldingen gedaan. Mooi, volgende week weer. Hoe staat het ervoor? Nou, het aantal... Slachtoffers blijft hetzelfde, ook al blijven melden. Nou, dan stoppen we er maar mee. Volgende. Ja, basically is dat onder core business. Weet je wel? Zo heel spannend is het niet, maar het is ongelooflijk belangrijk. En dan ziet het aantal onderzoeken. Het is eigenlijk als er nu een CVHI uitkomt en we kunnen het fingerprinten, zitten we er als eerste bovenop. Dus die getallen van ons, die krijgen ook steeds meer waarde van, hé, dit is echt serieus. Ja.
En nou ja, een andere upgrade kregen we door deze casus. Ja, en daar dreigt het gruwelijk mis te gaan. En wie bel je dan? De crisismanager. Ja, en een van onze onderzoekers is Jelle. Jelle vindt wel eens iets. En als Jelle jou vertelt dat hij wat van je gevonden hebt, dan heb je een probleem. In dit geval was het het super admin account van Solana. Trouwens, hoef je je geen zorgen om te maken. Volgens de vendor was dit geen echt super admin account, maar wel een waar de zonnepanelen van de buren in stonden. Want er is een back-end management systeem voor solar panels, inverters, batteries. En er stonden een paar kleine zonneparkjes in. Een case die belangrijk is, omdat we hebben kunnen oplossen door intensief samen te werken met TenCC en met ChinaCert. En dat was echt nodig, want de typische reactie vanuit China is dit. En dat dan 3 maanden lang. En het andere is dat deze case geleid heeft tot vragen in de Kamer. Vragen in de Kamer waarom dat nu kan gebeuren, maar ook vragen in van ja, als wij dit geen backdoor account is wat wij gevonden hebben, wil niet zeggen dat het hier niet is. Dat ze niet rond laten slingeren betekent misschien dat de case gesolved is, maar wat vind je er echt van dat dit soort dingen. Geleid tot onderzoek in tot de vraag in de Kamer. Autoriteit Telecom of, ik ben de nieuwe naam even kwijt. De autoriteit... RDI. RDI, Rijksautoriteit Digitale Infrastructuur. Ja, hij zat nog ergens. Niet gek op de eerste hoeveelheid slaap. Die is nu een onderzoek aan het doen naar, naar zonnepanelen, energietransitie en... Waarom kan dit zo lopen? En dat is de opmaat naar steeds meer erkenning en steeds meer inbedding in de officiële processen. En dan komt de directeur. En dat is jouw werk. Ja, hij doet het leuke werk, ik doe het saaie werk. En dat doe ik ook graag, want ik ben zelf elektricien en toen ik dit zag, werd ik echt ziek. Ik dacht van, 1 miljoen omvormers. Als je die aan en uit gaat flippen, dan kun je gewoon hele delen van het land platleggen. Blackouts creëren. Dus dit was ook echt een soort upgrade in het soort onderzoek wat we doen. Het ging niet maar alleen om informatiebeschikbaarheid en vertrouwelijkheid en integriteit. Nee, het ging echt ook over de fysieke wereld. Nou, NCC was inmiddels toch wel om. Vond het steeds leuker. Ook een samenwerkingsovereenkomst getekend. En na lang aandringen, eindelijk mochten we een keertje op de WAN-conferentie staan, want ze konden niet meer om ons heen. Mensen gingen op een gegeven moment ook wel grappen als ze al die zwart-gele shirts zagen van is het nou de WAN-conferentie of is dit de DVD-conferentie? En we staan zelfs in de Wall of Fame, yay, als organisatie. Alleen als hacker krijgen een t-shirt, dus toen zei iemand van nou doe maar een heel groot t-shirt waar we met z'n allen in kunnen. En toen kregen we deze vlag. Dat is wel leuk. Maar de allerbelangrijkste erkenning vanuit Den Haag, dat vond ik nog wel deze. Er was een kamerdebat, naar aanleiding van WBNI, scannen melden van wie mag dat nou eigenlijk en niet. En toen na 9 keer DVD genoemd te hebben door kamerleden, DVD doet dit, een DVD, waarom zijn ze geen onderdeel van de overheid en dat en dat. Toen was Jezielkens het zat, zei ze, ze doen ontzettend belangrijk werk, we werken met hen samen, maar nou komt het. DVD kan op dit moment in beginsel door scannen binnendringen in een geautomatiseerd netwerk zonder daartegen een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld. Het moet zich dan wel houden aan de richtlijn van het Openbaar Ministerie met betrekking tot... Rijksoverheidsorganisaties moeten een wettelijke grondslag hebben of toestemming krijgen van de betrokkenen om binnen te dringen. Anders is er sprake van strafbaar handelen. Dat is best een verschil. En waarom ben ik hier nou zo blij mee? Hier staat dus gewoon een Nederlandse minister van Justitie die letterlijk zegt, DVD mag hacken en wij niet. Ja, weet je wel, voor mij is dat de beste erkenning ooit. En daarom, zei ze ook, kunnen ze geen onderdeel worden van de Nederlandse overheid, want dan kunnen ze hun werk niet meer doen. Dus eigenlijk ook eentje die het snapt.
Ik ken nu opstelt, Grapperhaus, Dunner. Hé, dat is toch crimineel, hekje? Ik ga niet. En zij legt het gewoon letterlijk uit, gewoon met de letterlijke juridische tekst. Computervredebreuk mag onder deze voorwaarden. Nou, zeiden de Kamerleden, dat is een heldere uitleg, mevrouw Jezulkus. Maar kunnen ze niet geld geven? Want ja, dit zijn vrijwilligers, maar goed, je hebt natuurlijk ook spullen nodig, een bureautje, servers en bla bla bla. En daar is dus deze Kamermotie ingediend. Over, nou ja, het betalen van ethische hackerscollectieven. Ik hoop dat het woord in het nieuwe vandalen komt, dat is een beetje een raar woord, maar... We hebben niet gelobbyd, de Kamerleden hebben ons benaderd. Van, hé, we vinden het gaaf wat jullie doen. Wat wil je van ons? Wat moeten wij roepen in de Kamer? Nou, toen heb ik gezegd, nou, geen onderdeel worden van de overheid, maar wel erkenning. En dat ze iets doen met onze data, dat is het belangrijkste. En ja, als jullie geld willen geven, prima. Maar er moet geen DIVD, want dan loopt het daarop vast. Hè. Maak er een ander woord van, dat baatbeveiliging bijvoorbeeld ook wat kan krijgen. Oké, nou, daar hebben ze dus ethische hackercollectieven van gemaakt. De motie is aangenomen door 128 Kamerleden. 128 stemden voor. Mooi rond biedergetal. Ja, ik heb getallen vetjes, sorry. Ja, dat is niet de Nou, ik vond het al heel wat dat er 128 Kamerleden in de Kamer zaten. Ja. Er zijn 150 zetels die nooit allemaal bezet zijn. Dus ja, misschien dat de twee hebben tegengestemd, maar in ieder geval een kleine minderheid. En dat met zoveel het wordt aangenomen, dat zegt best wel wat. En zijn er verder trouwens al vragen, opmerkingen, suggesties? Want dit is een beetje de crashtest voor volgende week als we naar daarna gaan. En als je zegt van nou, dit snap ik niet of het slaat helemaal nergens op, dan is dit moment om te debuggen. Jonathan. De minister die roept dit, maar er is geen jurisprudentie nog en er is nog geen harde wet die zegt dat wat wij doen mogen, toch? Ja, ja, ja. Een leidraad. Ja, een handreiking heet dat vanuit het OM en dat is gebaseerd op jurisprudentie. Dus... Dat is wel gebaseerd ergens op, oké. Okay. Ah. Oh ja, sorry, de vraag voor de mensen thuis. Mijn vraag was van de minister die heeft een statement gemaakt, maar is er duidelijke jurisprudentie en is het al omgezet naar bijvoorbeeld ook echt een wet die ons expliciet als onderzoekers beschermt? Dus het is geen wetswijziging geweest? Ja. Maar in Nederland is jurisprudentie vooral the way to go. Dus er zijn een aantal zaken geweest, Groenhart ziekenhuis... diagnostiek voor u. En daar heeft de rechter dus die criteria toegepast van heeft hacker dit in maatschappelijk belang gedaan? Proportionaliteit, subsidiariteit. Ja, Henk Krol nota bene, maar goed. We zijn hem eeuwig dankbaar. En daar verwijst zij naar. Dus dat het OM met die handreiking die ze aan alle officieren van justitie hebben gegeven, het is gewoon letterlijk een brief van hey, officier van justitie, krijg je een aangifte over een hacker, volgt dit. En dat is eigenlijk het beste wat je kan hebben. Ja, dat is strafrecht. En dan hebben we nog natuurlijk het civielrecht. Het is iemand als jullie scan heeft op de computer omgeduwd. Dat is strafrecht. En dan hebben we nog het civielrecht waar we een risico mogelijk lopen. Dat als we met een scan een server omduwen, dat er misschien schade ontstaat. Ja. Kunnen we daar nog iets van bescherming voor vragen? Bijvoorbeeld vanuit aan de minister? Of? De DVD heeft een cyberverzekering. Ransomware? Nee, serieus. Ik denk niet dat dat gaat werken, maar we hebben hem wel. Nee, maar goed. Goed punt. Maar dit is de firewall waar Chris het eerder over had. Ja. Bedoel, kijk, als er failliet gaat, dan kan uiteindelijk de stichting failliet gaan. Ja. En niet de onderzoekers zelf. En dat is natuurlijk wel wat je wil voorkomen. En natuurlijk willen we in eerste instantie voorkomen dat die schade ontstaat. Laten we daar even heel duidelijk over zijn. Ja. En dat, nou ja, daar hebben we de Code of Conduct, is daar weer een belangrijk instrument voor. Daarom is die vrijwilligersovereenkomst zo belangrijk. Want daar heb je handtekeningen gezet onder de Code of Conduct. En zolang je daar binnen opereert, kunnen wij zeggen, we cover your ass. Ben je daarentegen kwaadwillend en ga je gewoon allerlei dingen omgooien, dan kunnen wij zeggen, ja, je hebt niet aan de Code of Conduct gehouden, you're on your own. Ja, zo werkt dat. Goed, dus veel erkenning vanuit Den Haag, maar ook vanuit het bedrijfsleven. Gisteren hebben jullie Citrix-zaak gezien waar Lennart en Ralf op ingingen. Maar daar zat nog een interessante dimensie aan. Over naar Frank. Ja, nou ja, op een hackersconventie een Fox-logo op een slide zetten, het beste risico. Ik doe het toch lekker.
Fox IT was al een tijdje aan het scannen van ja, welke versie van Citrix zijn er nou? En dan met name die met kwetsbaarheden erin. Dus het rode horizontale lijntje is kwetsbaarheid in SAML. De blauwe is kwetsbaarheid in de gateway functionaliteit. Kwetsbare versies waren een tijdje aan het rekken en op een gegeven moment ben ik toch even gaan bellen. Hey, beste Inge, heb je dat ook gemeld bij mensen? Ja, bij ons klant wel. Maar zullen we daar dan samen in optrekken? Dus we hebben de data gekregen van Fox IT. En wij zijn gaan notificeren. En het is best een hele mooie samenwerking geworden. En de vraag is, ja, helpt dat nou? Eerste verticale lijn is het publiceren van de advisory. Je ziet ook gelijk in Nederland behoorlijke reactie. Toch mensen die patchen. Awesome. Vooral doen. Zeker de mensen die het snel deden, mensen die het wat later deden. De blauwe verticale lijn is wanneer Fox IT de blogpost hierover gepubliceerd heeft. Leuk, fantastisch leuk technisch artikel over hoe je nou dat fingerprinten doet. En dan staat er nog een lijntje op, en dat is het lijntje waarbij wij zijn gewaarschuwd. En wat je ziet is dat er duidelijk een trendbreuk te zien is op het moment dat wij mensen gaan waarschuwen. En dat trendbreukje dat zien we niet alleen in Nederland, maar dat zien we in de VS. Ook daar wordt er toch wel naar ons geluisterd. Man, I love the Swiss. Die luisteren goed. Dat is echt gewoon een heel duidelijk... kennelijk helpt het beter om een Zwitser te zeggen... Hey, er is een probleem. Werkt minder goed dan... Hey, je gulp zal lopen. Daar zijn ze gevoelig voor. Canada. Dat werkt ook. Dus, voor de mensen hier die werken in cyber... of gewoon mijn bedrijf... of onderzoek doen... Als je merkt dat jullie vanuit je werkgever dit soort onderzoek hebben, dat je IP-adressen hebt van dingen die kwetsbaar zijn, het is voor je werkgever best ingewikkeld om dit te doen. Want je krijgt gelijk de vraag terug van ja, dat meld je om wat te verkopen. Vanuit DVD kunnen wij met credits, als dat gewenst is, of zonder credits als dat gewenst is, die melding doen en daarbij ook een impact veroorzaken. Dus de vraag, helpt het altijd? Ja, maar... Je ne parle pas anglais. Dat of dit. Er zitten wat partijen in Frankrijk. Een hele groot datacenter met af en toe ook een cloud in het datacenter. Die consequent tegen ons zegt dat ze niet begrijpen wat ze vertellen. En dat ze niet weten welk IP-adres met welke klant wordt. En dat we dan naar het formulier moeten, zodat ze er dan ook niks mee kunnen doen. Ja, dat is dus een van die redenen. Dus die moeten we inderdaad... dus hou die even vast. Maar inderdaad, dit is een van de redenen waarom we naar CISO Global gaan kijken. Of om te kijken of we dat breekijzer kunnen doorgeven. En dan is er nog de Curious Case of Plus 86. Oftewel China. Nou, de first Curious Case is die grafiek die zo lekker loopt te stuiteren. De Big Firewall of China hapert ook wel eens een keertje. Dit is echt gewoon de Big Firewall. Dit is een fenomeen wat je vaker ziet. Het resultaat in China is dit. Dat is misschien niet zo duidelijk, dus ik heb er even trendlijntjes bij gezet. Ze gingen best wel mooi omlaag. En nadat wij gemeld hebben, gaan ze niet meer zo mooi omlaag. Kennelijk maken we het daar slechter in plaats van beter. Of zetten ze meer honeypots open als we ze erop waarschuwen. Eén van die twee. Ik weet het niet. Maar laat maar zien dat die internationale samenwerking echt heel belangrijk is. Omdat je ook via een ChinaSet echt wel effecten kunt bereiken. En nou ja, dit laat weer zien dat we... we zitten inmiddels op Symmetric version 2.5.3. En ja, het wordt toch tijd voor een volgende upgrade. En dat mag ik dan weer doen, hè? Ja. Want ja, erkenning van de overheid, we hadden wat geld gekregen voor een MT, erkenning van het bedrijfsleven, maar bovenal, en daar gaat het steeds om, groei. We zitten nu met 120 en dan krijg je ook dat ja, niet iedereen elkaar meer kent. Excuses gisteren, ik loop naar Mark toe van, hey, je hebt een DVD-hoodie aan, wie ben jij? Dan voel ik me echt heel lullig.
Ja, weet je, ik zit al altijd in die meetings, maar inmiddels zitten daar dus 60 plaatjes die door elkaar heen praten. En als je die in het echte leven ziet, ja, dan herken je ze niet altijd. Dus je moet de boel echt bij elkaar houden. Dus ik steek ook steeds meer tijd in. En ja, ik wil gewoon een ruimte creëren waar deze mensen dit kunnen doen. En zo min mogelijk last hebben van de buitenwereld. Dus ja, terug naar de tekentafel. Want wat we eerst hadden opgebouwd, dit, hè, dus met een MT wat dan als freelancer betaald wordt, een paar uurtjes per week of zo, echt veel is het niet. Dat gaat allemaal naar de Belastingdienst. Dus dat was een ontwerpfout. En het was ook maar eenmalige subsidie die ophoudt. En ja, je moet iets doen. Dus over een paar weken gaan we naar Den Haag toe met deze tekening. En dan met de boodschap van hey, dit moeten allemaal gewoon mensen die in dienst komen. Ik denk niet dat we alle onderzoekers in dienst moeten nemen. A, is dat niet betaalbaar, maar B, het gaat er toch vooral om dat jij dit doet vanuit een intrinsieke motivatie. Om de wereld te redden en ook gewoon je creativiteit erin. En de opmerking die ik heel vaak hoor tijdens de vergadering is, nou, dat ga ik niet doen, want dan is het net werk. Dan denk ik, kijk, daarom doen we dit. Hè. Mensen ervaren dit niet als werk, mensen ervaren dit als voldoening. Als vrijheid, als creativiteit, iets wat ze op hun werk niet kunnen doen. Maar misschien wel 1 op 10 onderzoekers wel betaald. Hè. Om een beetje continuïteit, de boel gaande te houden, dat soort dingen. Nou ja, en dan hebben we natuurlijk ook deze puzzel nog. Ik hoop dat gaat werken in 3.0. Het is allemaal net opgezet. Namens C-Suite Global of dat wereldwijd, dat wordt echt een gigantische klus. Academy, dat loopt lekker. Dus waar we een beetje naar zoeken en vandaar ook deze workshop. Het is straks afgelopen, maar kom vooral ook even naar ons toe als je idee hebt om het anders te doen. Het zit hem allemaal in de framing van wie zijn wij nou, hoe noemen wij onszelf nou. Dus als ik naar Den Haag ga over een week, dan zeg ik, nou ja, zie ons als een hulporganisatie. Bijvoorbeeld bij de brandweer heb je ook 1 op de 10 brandweermensen is dan iemand die in dienst is. Die andere 9 zijn vrijwilliger en die doen dat gewoon. Voor hun voldoening, de wereld redden, leuke dingen doen. Dat geldt ook voor Rode Kruis en de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Maar dan moet je wel een professioneel bureautje hebben met alle toeters en bellen erop en eraan. Kijk ook bijvoorbeeld naar bibliotheken, zou je denken, maar die hebben ook enorm veel vrijwilligers. Daar kijken we bijvoorbeeld naar, hoe werkt een vrijwilligerscoördinator? Dat moeten we eigenlijk ook gaan doen. Met zoveel mensen, dat je kan niet alleen zeggen HRM, dit is een heel ander soort HRM wat je aan het doen bent. De hackerspaces, ja, sommige zijn verenigingen. Ik denk dat niet werkt voor ons. Een stichting kan toch wat effectiever werken. Maar ja, die weten als beste nog die hackerscultuur in stand te houden. Dus daar kijken we ook naar. Hoe dat werkt. Ja, en Shadow Server, ja, dat is eigenlijk een soort concurrent van ons. Daar moeten we ons ook toe verhouden. Dus denk mee over hoe wij, mensen als jullie aan boord kunnen houden, terwijl wij wel de boel gaan professionaliseren. En dat betekent meer regels, meer gedoe, meer bureaucratie. Maar help ons ook in de groei die we met z'n allen doormaken. Dus wat we zoeken altijd, researchers en research handlers. Je kan naar DVD join en krijg een jotform, kun je gewoon alles invullen. Contactformulier. Contactformulier. Ik moet je even uitzetten. Vanwege de aantal aanmeldingen per dag. Oh ja, bij join kwam een hele stroom binnen. Dus oké, de contact. En dan kun je gewoon invullen. Je mag pas willen lezen als je de Code of Conduct geaccordeerd hebt. wat we echt nodig hebben is een hoofd HRM en een hoofd financiën. Nou, ik denk niet dat we die vinden bij Hacker Hotel. Maar mocht je iemand kennen die dat graag wil doen, van harte welkom. We hebben communicatie met mensen nodig. Vooral voor, dat is misschien een leuke baan waar hier wel vrijwilligers voor te vinden zijn. Dat is onze eigen evenementen. Iedere maand hebben we dan de David Meetup. Maar we gaan ook wat evenementen met anderen organiseren. Dus dat is dan heel leuk werk. Nou, veel teksten schrijven, website, komt een nieuwe website. Nou ja, Caspers afdeling, hè, IT. Lekker nerden met de infrastructuur. Maar we hebben bijvoorbeeld een eigen HRM-systeem. Al dat soort dingen. Ja, en partners. Dus jouw werkgever als die denkt van nou, we hebben leuke spullen voor jullie, leuke diensten. Sponsoring, al dat soort dingen. Kennis, slachtofferlijsten. Ja,
al dat soort dingen. Dat kan via het security meldpunt. Ja, en het allerbelangrijkste, zet onze IP-reeks op de allowlist. Of in ieder geval niet op de blocklist. Want dan kunnen wij verder. Goed, nou, we hebben heel wat over jullie uitgestort. Als je een beetje verlegen bent van, nou ja, ik heb wel ideeën, maar niet nu. We zijn hier nog de hele tijd, kom naar ons toe. Maar misschien dat de mensen nu nog suggesties hebben voor DVD 3.0, om dat goed te doen. Ja, even een microfoontje erbij voor de mensen thuis. Als je een hele berg vrijwilligers erbij wilt hebben, kan dat ook vanuit het buitenland? Dat is een hele goede vraag. Daar hebben wij best wel een uitgebreide discussie over gehad. Want je hebt natuurlijk dat als iemand in het buitenland zit, het moeilijk is om die persoon te screenen. Ja, als je je aansluit, gaan we even kijken wie je bent. Als iemand in het buitenland zit, is dat lastig. Maar aan de andere kant heb je die mensen gewoon nodig. Hè? Een DVD groeit bij diversiteit. Mensen die nieuwe vormen van kwetsbaarheden, nieuwe vormen van scannen weten. Ook de lokale cultuur kennen. En je kan het ook omkeren. Dat als die mensen niet bij ons kunnen komen, wat gaan ze dan doen? Want ze doen het toch wel. Dus dat is eigenlijk onze missie waardig om die aan boord te krijgen. Om te voorkomen dat zij de problemen komen of het internet een probleem komt door die mensen. Dus ja, dat gaan we doen. We moeten dat wel heel goed opzetten met een eigen omgeving. Dus dat ze niet zomaar door dvd.nl heen kunnen rennen, maar echt gecontaineriseerd zijn, misschien ook per land. Dat geldt voor de mensen die in het buitenland wonen en werken. En binnen Nederland, ja, je kan wel zeggen van die jongen komt uit Rusland of uit China. Mag niet. Maar ja, als die hier woont en werkt, artikel 1 van de grondwet, mag mensen niet discrimineren op hun afkomst. Dus die moeten gewoon bij. En dat is enig praktisch verschil, doen we alles nog in het Nederlands of ook in het Engels. Dus ja, daar hebben we ook weer screeningsmethoden voor. Dus ja, goede vraag. Daar werken we aan en het gaat nu gebeuren, as we speak. Dus ja, verder nog opmerkingen, suggesties, theorieën, plotten. Ja, Jonathan. De bedoeling is om zo goed mogelijk het oppervlak van het internet te kunnen scannen. En ik zag net die grafiek van die Great Firewall van China. En dan denk ik bij mezelf, moeten we daar ook niet gewoon servers hebben die vanuit dit land scannen. En nu kom je dan meteen op een heel grijs gebied, want dat wordt juridisch ingewikkeld, want welk recht geldt er enzovoorts. En die vrijwilliger die daar zit en die ons meehelpt, hoe doen we dat? Hebben we daar nog hulp bij nodig, dat er mensen zijn die daar verstand van hebben? Of moeten we geen beren creëren en langzamer groeien? Is dat 6.0? Ja, het juridische deel doe ik, dat doe jij het technische deel. Ja. Juridisch, ik heb het al een paar keer gevraagd van, stel wij scannen het hele internet. En iemand ziet dat als criminaliteit. Ja. Wat is dan plaatsdelict? Precies. Is dat daar waar de persoon gescand wordt in de VS, want daar krijg je de meeste ellende vandaan natuurlijk. Of is dat waar de server staat, Schiphol-REC. Of ergens ertussenin. En nou ja, het antwoord is meestal, ja, dat bepaalt degene die aanklaagt wel. Ja. Oftewel de VS. Hoe je dat technisch gaat doen, ik vind het hele slimme om die servers inderdaad op in het land zelf te zetten. Maar ik weet niet of dat een goed idee is, Frank. Ja, kijk, ik denk ook dat hier een hele geldrol ligt voor CISO Global. Omdat je gewoon echt met jurisprudentie zit. Kijk, in Amerika is nog de cultuur dat, daar staan nog mensen die gewoon zeggen, there is no such thing as ethical hacking. Ik vind het niet zulke leuke gevechten. Andere mensen vinden dat wel leuker. Maar je moet echt gewoon de in het geval CISO Global is wel echt de plek om dan je aan te sluiten. Om daar met elkaar te kijken wat we kunnen doen. Maar het zou awesome zijn als we vanuit de hele wereld zouden kunnen scannen. Heel veel perspectief kunnen hebben. Ja, een Chinees DVD, dvd.cn, zie ik nog niet heel snel gebeuren. Maar, who knows? China heeft bijvoorbeeld zelfs een grondwet nu staan, dat als je vulnerabilities vindt, dat je ze eerst disclosed aan de overheid en dan pas doorgaat. Dus je krijgt daar al een hele complexe ding, dus dat is slecht voor zijn extreem. Maar Amerika, voorbeeld te geven, heel veel banken hebben hun infrastructuur helemaal afgeschermd voor alleen maar mensen die in Amerika zitten. Dus als je wil gaan scannen op de infrastructuur van die bank, moet je een VPS of iets in Amerika hebben, anders zie je het vanuit Nederland niet. En dat zijn nog wel leuke uitdagingen om even te kijken waar hoe kunnen we dat doen met CISO Global. En hoe gaan we het herkenbaar houden? Is denk ik terwijl die wel de IP-adres
uitzenden. Ja? Wat ik nu begrijp is dat de scope dus inderdaad wereldwijd is. Ja. We beschermen niet alleen maar Nederland. Ja. Andere vraag is, op dit moment wordt er heel veel gescand. Maar is er ook iets met honeypots of de andere kant op? Dat je gewoon rustig ergens gaat zitten en wacht tot er iemand langskomt op je PHP-versie die niet gepatcht is? We hebben daar heel veel... Dit is een gebied wat we langzaam een beetje aan het aftasten zijn. De lijntjes aan het opzoeken zijn. De lijntjes aan het vinden. Soms de lijntjes wat uitgummen en opnieuw aan het nieuw tekenen. Maar uiteindelijk moet je wel zeggen dat we gaan voor het goed. En wij zijn geen misdaadbestrijdingsorganisatie. We willen het internet veiliger maken. We denken dat een veiliger internet ervoor zorgt dat het voor de mensen die daar niet netjes mee omgaan, die daar kwade zin in hebben, moeilijker maakt. Alleen op het moment dat je echt actief achter criminelen aangaat, kom je in een ander spel terecht. Er wordt opzet ook een heel stuk belangrijker. Nou ja, kijk naar de OSINT-talk die op dat moment was. Daar zijn wij niet voor. Wij zijn voor het vinden van kwetsbaarheden erin. Sluit ik het ooit uit? Nee, maar voorlopig denk ik dat je echt even moet blijven bij waar je goed in bent. En dat er nog genoeg te scannen is en dat er nog voldoende signalen uit scannen te halen is. Het goede is op het moment dat er zo weinig signalen uit scannen te halen is, dat het hele probleem ook een heel stuk omlaag gaat, zeg maar. Want dan hebben we alleen nog poort 443 en 25 op het internet staan. Dat zou er een heel stuk veiliger worden. We krijgen wel vaak malware binnen op onze CISUT mailbox. En die sandboxen we dan. En dan als iemand niks te doen heeft, gaan we een avondje YOLO daarop zitten. Dat wel. Kleine aanvulling. We verwerken wel data uit Honeypot als het binnenkomt bij partners van ons. En dat is dan vaak vooral voor het prioriteren van cases. Dus dit wordt nu echt actief geëxploit. Hier gaan we even iets harder voor lopen. Ja, onderdeel van de intel, niet van de notificaties. Hey, lieve mensen, het is tijd. Je weet ons te vinden. Als je nog opmerkingen hebt of verbeteringen voor deze presentatie. In ieder geval hartelijk dank voor jullie aandacht. Ja.